Nola Hatterman Art Academy is vandaag gestart met haar jaarlijks terugkomende vakantieschool. De school wordt geopend met inachtneming van alle COVID-19 protocollen en maatregelen. Sunil Puljoen, coördinator van de Art Academy, geeft aan dat de vakantieschool er dit jaar heel anders uit zal zien dan wat de kinderen gewend zijn. Vanwege COVID zijn heel veel activiteiten van de school komen weg te vallen. Zo is bijvoorbeeld onze educatieve dagtochten, die is weg komen te vallen. En onze afsluiting, die we gewoonlijk deden met de clown, het organiseren van een tentoonstelling, die is voor dit keer ook komen weg te vallen. En we hebben heel weinig kinderen ingeschreven. Gewoonlijk zitten we al rond de 80 tot 100 kinderen, waarmee we dus dan bezig zijn. Maar vanwege de COVID-situatie waren we genoodzaakt om niet meer dan 40 kinderen in te schrijven. Dus dat is het verschil met alle voorgaande jaren en dit keer. Puljoen geeft verder aan dat vanwege de aangepaste tijden en maatregelen er ook andere onderdelen tijdens de vakantieschool zullen worden behandeld. Kinderen zullen sowieso, de programma's die zijn allemaal gemaakt en er zijn zeker een dingen die bij zijn komen kijken. We hebben bijvoorbeeld boetseren, die was een paar keren die eigenlijk niet op onze programma stonden, maar die is ook bij komen kijken. Collages zijn bij komen kijken. Grotendeels gaat het om een tekenschool, dus tekenen schilderen, die is als basis voor ons. Maar daarna zijn andere knutselvaardigheden, boetseren, collages maken, zijn nog van de dingen die bij zijn komen kijken. En het vakantieschool die duurt tot en met 8 oktober. Het is elke week, 3 keer in de week, maandag, woensdag en vrijdag. De Nola Hatterman Art Academy is al langer dan 30 jaar bezig om kunstenaars op te leiden. Zij houden dan ook elk jaar een kunstzinnig vakantieproject voor jongeren en studenten.